Lodewijk Stuit, Alterra, onderzoeker, onderdeel van Wageningen Universiteit. Lodewijk heeft ook al eens op het platform Zoetzout gesproken, een half jaar geleden. Op verzoek van Delta-programma Zoetwater onderzoek gedaan naar de manier waarop waterschappen omgaan met de verziltingsproblematiek en dat in relatie tot landbouwgewassen. En daar heb jij een simpel en intuïtief rekeninstrument voor ontwikkeld om heel snel inzicht te krijgen hoe water- en chloridebalans reageren op wijzigingen in beheer. Nou, dat is een mond vol. Nou, ik niet alleen, maar het aantal mensen. Nee, maar dat mag samen. Jij vertellen. En jij hebt gekeken naar het kwantificeren van zoutschade in euro's. Dus ik zou zeggen, aan jou de vloer. Dankjewel. Ja mensen, we zitten hier in een 4-sterren hotel. Hè? En ik weet niet of jullie het nieuws gisteravond hebben gezien, het NOS-journaal. Dan lopen ze tegenwoordig ook rond. Hè? Vroeger zaten ze achter zo'n. Tegenwoordig lopen ze rond. Dat is modern, dat is dynamisch. Rob Tripp die presenteert dat journaal. En ik geloof in zijn derde wandeling vertelde hij dat deze hotels toch op hun tellen moeten passen in de crisis. Want het wordt steeds moeilijker om nog gasten te krijgen, om ze tevreden te houden. En een van de manieren om gasten tevreden te houden. Dat is dat eigenlijk is het essentieel tegenwoordig dat er een tablet in je kamer staat. Ja, want dat eisen de mensen gewoon, die willen dat gewoon hebben. Dus ik gelijk kijken in mijn kamer of ik zo'n ding had. Niet. Dus ja, nadat ik die schok erboven was gekomen, dacht ik, ja, kan ik wel gaan bellen, maar dat schiet niet op natuurlijk. Maar godzijdank had ik wel geen tablet, maar ik had wel wat anders bij me. Dat is ongeveer even groot. Qua oppervlakte is wel wat dikker. Hè? Dus heel, een beetje een eigenaardig apparaat, er zitten wat knoppen zitten erop. En daar wou ik dadelijk even iets over vertellen. He, dus het is eigenlijk uniek, want er is er maar één van gemaakt. En die tablets zijn er miljoenen van, dus ja, dat betreft. Goed, dat even als introductie. Wij hebben een applicatie gemaakt waar ik jullie iets over wil vertellen. De Waterdienst heeft in het kader van het Delta-programma aan ons gevraagd van, zouden we nou niet eens kunnen kwantificeren wat wij beweren, namelijk dat er handelingsruimte is met betrekking tot zoet water in tijden van schaarste? Nou, dat hebben wij geprobeerd, hebben we gedaan afgelopen periode. Dat was naar aanleiding van twee rapporten. Die rapporten zijn vorig jaar uitgekomen, Basic Survey Zout, Joint Fact Finding, effecten van zout. En die gingen dus over, kunnen we nou eigenlijk kaarten maken van het serviceniveau van het zoet water in de hele kustregio Nederland. En hoe is dat nou gekoppeld aan het landgebruik? Want het zou toch raar zijn als je in Friesland voor hetzelfde landgebruik zouter water tolereert dan in het westen van Nederland. Ik kan me wat voorstellen, dat is, een aantal dingen zijn anders, maar de verschillen waren toch wel heel erg groot. Dus dat hebben we onderzocht. En ook de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen hebben we meegenomen. Dat was eigenlijk een tandemrapport. We hebben er nog een aantal meegenomen, dus als je die wil meenemen, dan kun je die morgen pakken, geloof ik. Nou, het woord handelingsruimte, dat stond centraal. Ja, hoe kun je dat nou weergeven? Dat hebben we gedaan in een grote maatbeker. Bovenin, je ziet twee kleuren, als je het goed ziet, een beetje paars bovenin en blauw onderin. De huidige zoetwatervraag, dat heb ik nodig voor een bepaalde functie, bepaalde tijd bijvoorbeeld. Dan kun je zeggen van, nou ja, wat al daarnet gezegd, ik kan die normen misschien nog wat opschroeven, iets brakker misschien. Heb je wat minder water nodig. Hè? En dan kun je zeggen van, nou, ik ga het water alleen maar daar echt sturen waar het nodig is. En ook daar waar het nodig is op het moment dat het daar nodig is. Nou, als je al die stappen zou kunnen zetten, zou het best eens zo kunnen zijn dat we wat handelingsruimte hebben, dat we wat minder zoet water op een bepaalde plek nodig hebben. Dus dat is de essentie waar we mee bezig zijn geweest. En als je dat nou op een heleboel plekken zou doen, in een bepaalde regio, al die stukjes water en al die maatbekers, dan zou het betekenen dat je toch best eens wat zou kunnen winnen. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, het is zo ontzettend complex. Wie overziet dat nog? Hoe maak je dat nou inzichtelijk? En daar worstelden wij mee. We hebben in ieder geval notitie over geschreven, want terecht werd tegen ons gezegd, je beweert dat nou wel, maar stelt het nou wat voor of is het nou een druppel op de gloeiende plaat? En als het dat laatste is, is het totaal zinloos om daar veel tijd en geld in te steken. Nou, wij denken gevonden te hebben dat het meer is dan een druppel op de gloeiende plaat. En Michelle, die vertelde, jij was naar een kunstmarkt geweest. Ben je hier geweest? Nee. Niet? Wie wel? Kijk. De kunst was leuk om te zien. Hè? En als je daar dan rondloopt, dan zie je dat er nog meer in die kunsthal gebeurt.
Een paar jaar geleden was de Zwitserse kunstenaar, beeldhouwer Jean Tinguely, als ik het goed zeg. Dat is die man die maakte kinetische kunst. En ik hou wel van metaforen. Wat heeft die man gemaakt? Die maakte enorme bouwwerken. En alles is met alles verbonden. Dat is hem, ziet er heel creatief uit. Hij heeft drie wenkbrauwen, heeft hier ook nog iets tussen. En het interessante van dit ding is dat waar je ook draait, al die zaken zijn met rubberbanden en met kettingen aan elkaar verbonden. En dat was eigenlijk een aardige metafoor voor ons watersysteem. Want als ik in het watersysteem, stel ik ga ergens onttrekken, ja, alles wordt er wel door beïnvloed. Hoe verder ik weg ben, hoe minder natuurlijk. En dit is natuurlijk ook sluggish, dus het is natuurlijk geen fijnmechanica. Dus piepend en krakend komt het in beweging. Maar het was wel een aardige metafoor eigenlijk voor wat wij aan het zoeken zijn. Dus je kunt zeggen van nou, als ik dan eens kijk naar die prachtige maquette die we allemaal wel kennen, denk ik, dan zie je hoe complex dat is. En die dingen zijn dus eigenlijk in zekere zin vergelijkbaar. Want namelijk, wat zijn de verbanden? Hoe maak ik dat inzichtelijk? Dus daar hebben wij over gesproken. Dat is van alle tijden, want we hadden het er net over drainage. En dan ga ik even met de bron van kennis, Jan van Bakel, ben ik in november in Amerika geweest. En dan heb je de Drainage Hall of Fame. Dat zijn alle Amerikanen die drainage ontwikkeld hebben. Daar zitten twee Nederlanders bij. Dat is een soort prijzen. Dus eigenlijk een soort prijzenkast. Alleen in dit geval hebben ze nu niet de bekers erin gezet. Maar degene die de bekers hebben ontvangen, die hebben ze zelf erin gezet. En er zijn dus twee Hollanders die erin zitten. En één, dat is Wiebe van der Molen. Wiebe van hoogleraar in Wageningen. Die natuurlijk met emeritaat is al heel lang. Maar Wiebe van der Molen die leerde ons ook al van, als je naar een drainafstandsformule kijkt, hoe maak je het nou in vredesnaam inzichtelijk? Hè? Waar is die drainafstand nou van afhankelijk? Door later tijd boven de drain, onder de drain, et cetera. Dan kun je zeggen, dat vul ik gewoon in. Maar het probleem is die waarde van D, want die D is afhankelijk van de drainafstand zelf, dus je kan hem niet invullen. Dus het is heel moeilijk om dat inzichtelijk te krijgen. En nou kom ik even bij mijn tablet, want W.C. Visser in 1955, een geniale man, die heeft dus een apparaat gemaakt, dat is dus dit apparaat. En daar zitten voor die verschillende parameters zitten er gewoon knoppen op. Sommige knoppen, als ik in de een draai, draait de ander mee. Maar er zitten ook slipkoppelingen bij, want ik moet bijvoorbeeld doorlatendheden afhankelijk van elkaar kunnen instellen. Maar andere parameters zijn gewoon gekoppeld, het is fijnmechanica. En als je dit gebruikt en je stelt dus de waarde in, dan doe je hop en dan weet je de drainafstand. En het belangrijke is dat je kunt zien hoe gevoelig iets is. Want het kan zijn van ja, ik meet hier een hele andere waarde bovenin. Is het lineair? Is het kwadratisch? Hoe zit dat nou precies? En dat inzicht krijgen, ik denk dat dat vreselijk belangrijk is. Als we het steeds maar over geld hebben, en we zeggen dat kost 150 miljoen euro, dan wil ik wel weten, als ik nou maar met 95% van die maatregel genoegen neem, hoeveel is het dan? Is het dan 100 miljoen? Dat soort gevoel vonden wij nou belangrijk om in die applicatie te stoppen. Dus eigenlijk is er wel een relatie tussen die twee dingen. Eén is veel kleiner dan het ander, maar het idee is eigenlijk hetzelfde. Goed, die knoppen die heb ik laten zien, daar ga ik doorheen, want Rob die geeft natuurlijk niet veel tijd. Dus eigenlijk was het idee, als ik nou bijvoorbeeld Rijnland eens in zo'n kastje zou kunnen stoppen. Dat was onze ambitie. Nou, wij zeggen natuurlijk optimistisch als wij zijn, dat gaan wij gewoon doen. Dus we hebben een projectgroep gevormd, Deltares, Alterra en de Bakelse Stroom, we hebben bij elkaar gezeten. En we hebben ons 2 dagen opgesloten en toen zijn we daarmee aan het werk gegaan. En zoals, dat hebben we gedaan op de Kees Rijnland, omdat we daar veel van wisten. Zoals altijd begint dat gewoon op een whiteboard, begint te kladderen van ja, wat zou je nou eigenlijk willen, et cetera. Dus vrij snel gedaan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een heel simpel model van een aantal knooppunten in de boezem. Dat zijn die blauwe en die verschillende polders of onderdelen van polders die bediend worden met een bepaalde hoeveelheid zoetwater met een bepaald chloride gehalte. Nou, de waterbalans per deelgebied, dat het zit allemaal behoorlijk gedegen in elkaar. Een heleboel NHI-gegevens zitten erin. Daar ga ik nu verder niet op in. En Joost is degene bij Deltares. Je ziet hem, hij kijkt een beetje, ik kan niet goed te zien, maar hij heeft wel zwaar gehad die 2 dagen. Maar er is wel wat moois uitgekomen. Dus uiteindelijk hebben we iets dergelijks gemaakt, alleen zitten er veel meer knoppen op. En het is in Excel gemaakt. Uiteraard. Je gaat natuurlijk niet iets mechanisch maken, dat is maar hier het voorbeeld. Dus dit is het eigenlijk geworden. Ik zal dat dadelijk laten zien.
We noemen het ook een rekeninstrument. Achterkant van een sigarendoos, maar dan eigenlijk in Excel. 9 deelgebieden zitten erin, 6 boezemknopen in Rijnland. En voor elk deelgebied hebben we voor de groeiperiode april, oktober 1989 gekeken naar de opgelegde gloïde norm, de landbouwschade, ecologische status, geprobeerd een eerste idee van te geven. En wat er ook in zit is dat wij altijd doorspoelen in Excel tot de norm is bereikt, als dat kan. Dus daar zitten vrij simpele relaties in. Maar vergis je niet, er zit ontzettend veel kennis in. Natuurlijk wat er met NAI allemaal doorgerekend is en ook die schadefuncties. Want die schadefuncties, daar zijn we natuurlijk ook al jaren mee bezig en die zijn eigenlijk cruciaal. Nou, er zijn ook een aantal eigenaardigheden, zoals bij alles. Daar ga ik nu even niet op in. We hebben gekeken naar dus die landbouwschade. We hadden dat rapport 2201, maar na dat rapport zijn we ermee doorgegaan. En dus dit jaar is er een nieuwe notitie gekomen, die komt binnenkort komt die vrij. En die hebben we dus ook in euro's per hectare, hebben we die uitgerekend. Dit soort relaties zitten er allemaal in. Maurice Paulussen van Alterra, die is bezig met gevoeligheid van aquatische en ook terrestrische natuur voor die verzilting. Ja, die is al een aardig eind op weg, maar dan moet hij toch een behoorlijke stap zetten. Dus deze zaken hebben wij ook in het systeem gestopt. Je ziet hier West-Nederland, maar het beperkt tot Rijnland in dit geval. Dus daar hebben we indicatoren in gestopt, ook wat betreft de kaderrichtlijn. Hè? Want je hebt natuurlijk die verschillende watertypen. En voor sommige gebieden is het juist gunstig als het wat zouter wordt. En voor anderen natuurlijk niet. Dus dat hebben we daar zo goed mogelijk in die verschillende componenten gestopt. Zo ziet dat ding eruit. Dus hier centraal hebben we de knooppunten van de boezem. En links en rechts groen die poldertjes. Nou ja, je kunt eens kijken, bijvoorbeeld laat ik boskoop nemen. Hier is een bepaalde streefwaarde van 200 milligram per liter. We kunnen zien hoeveel water, of wat het chloridegehalte is van het water wat erin komt. En hoeveel water in kubus per seconde. En je kunt de schade zien in kilo-euro. En wat voor ons een eye-opener was, dat is dat er bij de default situatie waar wij in zitten, dat er al 25 miljoen ongeveer schade is. Bij een inlaat in Gouda, kijk, die staat hier lager, het staat op 125, maar bij 200 milligram per liter inlaat bij Gouda hebben we al 25 miljoen over het hele groeiseizoen, over dat hele areaal van Rijnland zit er al in. Terwijl wij eigenlijk dachten, nou ja, dat is grotendeels boskopen, hebben we het wel zo'n beetje gehad, de bollen, noem maar op. Dat is dus veel breder eigenlijk. Dus dat was een eye-opener, kun je wel zeggen. Goed, we hebben een uitgebreide tabel gemaakt. En in die tabel staan verschillende maatregelen. En het mooie is natuurlijk dat je zit in Excel. Dus je kunt een aantal dingen gewoon interactief veranderen. Zeggen, nou, als ik nou inderdaad bij Gouda, ik ga dat wat hoger maken. Wat gebeurt er dan eigenlijk en waar gebeurt dat? En hoe belangrijk is dat, et cetera? Dus die maatregeltabel, die heb ik hier. En nou ja, goed, als ik bijvoorbeeld het zoutgehalte in alle aandachtsgebieden, als ik dat zeg van dat niet ga ik toleranter maken, dan zie je dat die schade, die neemt dan van 25, wordt die 30 miljoen, et cetera. Zo zijn er een heleboel maatregelen die ik kan bekijken. Bijvoorbeeld boskoop zelfvoorzienend maken. Nou, dan hou ik evenveel kubus, 114 miljoen in het hele groeiseizoen. Die hou ik daar, maar de schade neemt af, dus dat kost mij ongeveer 7 miljoen. Maar boskoop moet dan inderdaad zelf zijn eigen zaak gaan verzorgen. En wij dachten toen we daarmee begonnen van nou, als ik boskoop eruit haal, nou, dan zal het allemaal veel relaxter en veel makkelijker worden. Want het is eigenlijk zo dominant in het hele systeem. Maar het bleek dat het systeem nog wist dat er meer westelijk tegen die duinrand natuurlijk al die tuinders zitten met die bollen. En dat het systeem daarvoor natuurlijk nog steeds dat zoete water moet blijven leveren. Dus dat effect was eigenlijk veel minder groot dan wij dachten. Dus wij vielen van de ene in de andere verbazing zodanig dat wij zelf dachten van ja, is het wel goed wat we aan het doen zijn. Bleek dat we dus kennelijk niet zelf nog in onze hoofden de perceptie hadden van wat zijn nou werkelijk die relaties tussen die zaken. Dat is natuurlijk wel cruciaal dat je een beetje een idee krijgt van hoe belangrijk zijn die verschillende ingrepen, wat zijn de effecten. We hebben een poster waarin we de verdeling van het zoutgehalte en de stroming weer kunnen geven. En natuurlijk ook vooral de schades. Want we hebben dan die landbouwschade bijvoorbeeld. Stel dat ik de wellen ga dichten. Hè, dat kun je bijvoorbeeld, dat kan in de praktijk kan dat niet. Maar stel dat ze het dan niet waren.
Dus dat is heel moeilijk. Dan blijkt dus dat de hoeveelheid water die je in gaat nemen, die blijkt behoorlijk terug te lopen. En ook die schade, want blauw is hier de referentiesituatie en rood is de nieuwe situatie. Kom het maar tot 14 miljoen in plaats van 25. Dus dan wordt dat hele systeem, dat gaat er dan anders uitzien. Dat is die poster die wij daar hebben, die zullen wij morgen ophangen. Daarnaast hebben wij de poster van dit systeem. En als je daarnaar kijkt, dat gaat erover van optimalisatie zoetwaterbeheer. Hoe zou dat kunnen? Want nu heb ik het opeens over optimalisatie. Want aan die knoppen draaien en kijken hoe die gevoeligheden liggen, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar als het water echt schaars is, dan is het natuurlijk wel nog belangrijker om eens te kijken van ja, waar zit nou echt de ruimte? En dat moet je eigenlijk met lineair programmeren in zo'n geabstraheerd systeem zou je dat moeten gaan doen, vinden wij. Dus daar hebben we een bepaalde visie op ontwikkeld, waarbij we zeggen, nou die systeembeschrijving zou simpeler moeten worden. Dus dat zou eigenlijk een logische vervolgstap zijn. Stap 1 zou dat moeten zijn, want er is nog een andere stap, denken we. En eigenlijk is het al genoemd, Waterforum kwam gisteren inderdaad met de Green Week, die vorige week is gehouden. Dan zie je dus ook onmiddellijk wat er wordt gezegd. Beter verdeling van water tussen gebruikers. En het gaat hier gewoon over water pricing. Wat nu eindelijk eens een beetje meer op de agenda's terecht komt. En dat moeten wij natuurlijk ook wel. Vanuit Europa wordt dat nu ook al gezegd, maar dat moeten we zelf natuurlijk ook. Hè. De waterschaarste komt eraan. Het is heel duidelijk dat het soms schokkend is hoe dat eruit ziet. Wat de perspectieven zijn. Dus we moeten echt aan de bak daarmee. Dus voor ons was dit systeem een eye-opener. Daar komt de naam ook een beetje vandaan, want eigenlijk is het your eye-opener. Niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor iedereen. En omdat wij de euro centraal hebben geplaatst, hebben we het zo genoemd. Want de euro staat centraal. We hebben zelf ook gemerkt, toen we nog niet met schades bezig waren. Ja, was het eigenlijk niet inspirerend. Want ja, we willen elke maatregel wel bekijken. Nou, dat is een interessante maatregel. Maar du moment dat je ziet gewoon interactief met een klein groepje mensen, met z'n zessen zit je bij elkaar. En dan zie je, hey, dit effect zit hier, dat had ik helemaal niet verwacht. Of daar gaat het opeens een stuk beter. Hoe komt dat? En je ziet het onmiddellijk. Dus je hebt geen ingewikkelde grote modellen draaien op dat moment. Ondanks het feit dat ze er natuurlijk via het NHI wel degelijk hebben gevoed. Nou, nog 2 minuten. Dan ben ik echt klaar. Dit is die applicatie, die staat gewoon op deze laptop. Ik kan bijvoorbeeld, wat ik hier heb. Ik laat 1 voorbeeld zien, en meer niet, want die tijd is er natuurlijk ook niet. Hier hebben we de schades. Blauw is de referentiesituatie. De landbouwschade in Rijnland. En in totaal is dat dus 25 miljoen. Als ik nou bijvoorbeeld zeg bij de inlaat Gouda, hè, die staat hier. Die is 200, laat ik eens 250 van maken. Enter. En als ik dan hier kijk, dan zie ik onmiddellijk, zie ik de schade met 27% toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. Ik zie ook dat die schade in Boskoop, die is behoorlijk gestegen. Die zit nou op, kan ik hier ook lezen, 10 miljoen. Terwijl daarnet was die nog 6 miljoen, 6,5. Nou, dat zie je niet alleen, maar je ziet onmiddellijk dus ook bij die blauwe knooppunten, hier zie je dus zoveel kuub gaat erin en zoveel gaat eruit. Chloride gehalte, je ziet het systeem opladen naar de Haarlemmermeer toe. Je ziet ook per polder of deel van polder, wat heb ik hier en hoe zijn, wat is het effect? Dus voor ons was het echt een enorme eye-opener om te zien van, zo zit zo'n systeem kennelijk in elkaar. En ik moet ook zeggen, dat zul je ook op bevestigen, we weten nog lang niet alles, want we hebben er toch te weinig tijd aan besteed. Maar de snelheid waarmee je dit doet, geeft je toch wel een indruk van, dan zou ik eigenlijk die kant op moeten gaan. Mits we natuurlijk ook de kosten van de maatregel in beeld trekken. Want die hebben we dus nog niet. Er zit alleen de schade in. Hoe geavanceerd ook, want die zit er toch wel heel geavanceerd in op dit moment. Maar kosten van maatregelen, du moment dat je die hebt. En je zegt dan ga je vervolgens optimaliseren. Ik denk dat we dan een heel stuk verder zijn dat we kunnen zeggen van nou, eigenlijk is voor deze regio, als we dit hier willen handhaven, is dit de optie. En dan kunnen we misschien ook de vraag beantwoorden die voor beleidsmakers zo belangrijk is. Tot welk chloridegehalte garandeer ik de ondernemers dat de overheid daar garant voor staat? En vanaf welk chloridegehalte moet u het zelf maar regelen?
En waar zit nou de knip? Dat zijn allemaal afwegingen die niet in mijn vakgebied gebeuren. Ja, impliciet wel. Maar het zijn allemaal economische afwegingen. Dan moeten we op die manier, denk ik, vinden wij als groep dat we het ook zouden moeten bekijken. Die applicatie staat hier gewoon. Die is er morgen ook. We hebben een beamer bij ons. Dus als je dat wilt proberen, dan kun je dat allemaal zelf proberen morgen. Dat wou ik het maar even bij laten. Nou, hartstikke goed, Lodewijk. Dank je wel. Een intrigerend en zeer creatief verhaal. Daar zijn we toe uitgedaagd. Nou, dat is je absoluut gelukt. Mensen met verduidelijkende vragen. Een hele hoop vingers. Ik begin even achterin. Dan werk ik naar voren. Welke vingers zag ik? Ja, mijn naam is Arnold Langeveld. Ik ben voorzitter van de waterwerkgroep hier op het eiland Texel en tevens landbouwer. En wat ik een klein beetje mis in uw onderzoek is de wijze van grondgebruik in de landbouw. Want door de manier van gronden werken kun je ontzettend veel met water doen. Dus je water veel beter benutten. Wij kunnen niet beregenen en onze opbrengsten zijn gelijk. Ik zou pleiten voor een goed onderzoek in de grondbewerking, want daar is namelijk ontzettend veel te winnen. Ik weet, nou, dat moet Jan van Baak kan er misschien wat meer over zeggen, maar wat ik vanuit mijn achtergrond weet is dat wij voor die verschillende gewastypen en die gronden die daar, waar dat plaatsvindt, althans in dit geval in Rijnland, dat we daar voor een bepaalde combinatie van grondbewerking, drainage, et cetera, hebben gekozen. En als je dat dus zou willen aanpassen, of inderdaad, je kunt zeggen, dan valt er ook, daar ook nog wel het een en ander te winnen, weet ik ook al. Want Texel zelf moet zelf, eigenlijk moet het ook zelfvoorzienend worden. Hè? Die discussie loopt nu. Hè? Dat betekent eigenlijk ook van ja, met een bassin kunnen gaan doen? Komt dat uit? Of moet ik meer wat in mijn wortelzone, kan ik daar nog wat doen? Kan ik wat aan mijn drainage doen? Moet ik, hè? Daar kun je ook nog. Dus er zijn natuurlijk nog aardig wat manieren om. Om daarop in te grijpen. En ik denk van vrij veel ingrepen en maatregelen kunnen we wel een schatting maken van wat voor effect dat heeft. Dus dat kan. Maar dan moeten ik zie Jan hier nog, die wil wat toevoegen. Laten we niet de discussie ingaan, nee. Maar wel even wat toelichten. Ja, voor alle duidelijkheid, die zoutschade is als gevolg van beregening met chloridehoudend water. En dat is wat anders. En ik denk dat we er morgen maar op terug moeten komen in de workshop. Goeie suggestie. Ik had hier voorin nog een vraag. Walter Omer. Ik had een verduidelijkende vraag over de toetsing. Ik zag, jullie hebben een hele grote groep onderzoekers bij elkaar gehad. De toetsing. Nou, dat is toch een behoorlijk gezelschap ook, kwaliteit. Kwalitatief gezien. Maar de toetsing aan van de waterbeheerder zich ook in de cijfers. Ja, hoe is dat gegaan met Rijnland? Dat was voor ons cruciaal. Want precies, daar zit de toetser, die lacht al precies. Heel vrolijk. Maar misschien kan hij daar iets over zeggen, heel verduidelijkend. Moet je aan hem vragen. Dat was benieuwd. De hele terechte vraag. Dolf, ja, ik ken alle koppen nog niet persoonlijk. Terechte vraag. Nee, wij zijn hartstikke blij met dit onderzoek. Het is net wat Lodewijk zei, het ging voor ons leven dat de euro's waren. Nou, toevallig, ik ben vorige week in mijn eigen bestuur geweest. Nou, dit verhaal begrepen ze wel. Hè. Ze worden doodmoe van het programma, wat zijn jullie aan het uitzoeken? En dit kwam keihard aan. Het is wel zo dat we praten hier over euro's en schades. Zijn het echt schades? Ervaren de ondernemers dat nu als schade? Of het ene jaar heb je meer en de andere heb je minder opbrengst? We hebben de confrontatie met de sectoren nog niet voor elkaar. Hè? We zijn er wel al aan het praten. Dus maar we zijn heel blij met het instrument. En we zijn ook ontzettend dankbaar. Wat Joost voor elkaar heeft gekregen is echt fenomenaal. En wij kunnen ons in het watersysteem heel goed herkennen. Daar hebben we meerdere ook interactieve sessies. En dan werd ik weer uitgegooid. En dan mochten we later wel weer meepraten en zo. Want dat schoot niet op als ik erbij was. Hè? Zoiets. Maar we zijn er dus hartstikke blij mee. En dit is echt ontzettend powerful om juist over strategieën en gevoeligheden te praten. Geweldig stap voorwaarts. Nou, hartstikke goed. Wilde ik het hierbij laten? Dankjewel, Lodewijk.